De verkeerspolitie heeft natuurlijk de mogelijkheid om van alles na te trekken als je op klaarlichte dag met je mistlichten aanrijdt. Ik ben hier even kijken voor de APK. Ja, mistlichten. Ja, koplampen worden en de mistlichten liggen. En het is een Alfa. En een vliegtuig weer naar links. Ja. APK. Bam. Nee. Aha. Aha, geen verzekering. Wat een bijzondere manier van auto rijden. Oké. Zijn die volgende even aan? Ja. Bijzondere rijstijl, geen verzekering, dat wordt stoppen. Of toch niet? Zeg maar. Kom op, eraf. Ging zo weer terug. Mijn naam is Dirk Smeul van het teamverkeer. Was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was? Nou, het duurde al even voordat u ons volgde. Nee, ik zag het wel, dus maar we dachten dat het niet voor mij was. Dus. Waarom niet? Nee, ik zag het wel, maar ik... We zijn voor u gereden, doen het stopbord aan. Nee. En dan zou het niet voor u bedoeld zijn? Oh, oké, okay, daar ja. Ja, toch? Ja, ja. Ja, ja. Nee, oké. Nou, de reden dat u in ieder geval aan de kant staat, ja? Is dat de auto volgens de gegevens niet verzekerd is. Verzekerd? Ja. Want we hadden gebeld al voor verzekering, maar ik vind het raar, want het was al verzekerd. Ja, dat is niet bekend. Oh, raar. Mag ik even uw rijbewijs? U blijft wel bij de auto? Ja, nee. Praat u wel even Nederlands? Ik heb alleen een stukje gereden, zeg maar. Nee, dat denk ik. Ik heb geen rijbewijs. U hebt helemaal geen rijbewijs. Dat is niet handig. Nee, nee. Dus daarom was het ook, ik dacht dat van leuk. Ja. Heeft u een identificatiemiddel bij u, een paspoort of een ID-kaart? U hoeft geen antwoord te geven verder, maar waarom gaat u rijden terwijl u geen rijbewijs hebt? Dat is heel stom van mij. Sorry? Dat is heel stom van mij. Ja, maar waarom doet u het? Dat het stom is, dat is wel duidelijk, maar waarom gaat u rijden? Ik bedoel, u zit met mensen in de auto, klein kind, volwassen mensen, en als u een aanrijding krijgt, ik ben even met mevrouw aan het praten. We zijn even met elkaar aan het praten, toch? Wilt u dan even niet storen? Waarom gaat u rijden terwijl u inzittende hebt? Als er een aanrijding gebeurt, bent u niet verzekerd. Dus dan kan dat wel heel vervelende gevolgen hebben. Nou goed, u krijgt sowieso een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs. Ook de bijrijder wordt gecontroleerd en hij toont een Afghaans rijbewijs als identiteitsbewijs. De auto die gaat mee naar het politiebureau. Oh. Deze meneer is een ongewenst vreemdeling. Okay. Het blijkt dat de man een ongewenste vreemdeling is. Bent u ongewenst vreemdeling hier zo? Daar gaat onderzoek naar plaatsvinden, dus collega's komen hier naartoe en u wordt opgehouden voor de vreemdelingenwetgeving. En dan ontdekken de politiemannen ook nog een spelfout in het rijbewijs. Voor de driving of vehicles. Dat had driving moeten zijn. Ja, mogelijk wel. Hier staan zoveel fouten in. Dat hij gewoon vals is. Gewoon een vals rijbewijs. Ja. De man wordt opgehaald voor een bezoek aan de vreemdelingenpolitie. De rest van de familie wordt afgezet bij het station. Ze kunnen de auto ophalen wanneer deze verzekerd is en er iemand met een geldig rijbewijs achter het stuur kan gaan zitten. Dan gaan we nog even naar een aantal rode kruisen. Voor de meeste bestuurders betekent dit dat ze deze rijbaan niet mogen gebruiken. Sommige bestuurders maken makkelijk gebruik van de stille rijstroken op de snelweg. Maar er komt er nog één aan, Hans. Er komt er nog één aan. Mm-hmm. Twee stuks. Eén gaat er tussen. Die gaat achter ons. Die gaat hem niet lukken, dus die gaat er onderdoor. Dat is één. En dat is twee. Die vrachtwagen niet. 26 DR 11. Ja, helemaal mee gelijk. Ja, er deze er ook. Deze hoort er ook bij. Oh, die. Pak die eens even. Nee. Ja. Je hem ook even. Kijk, dat is even. Dat puntstuk. Is een, ja, puntstuk twee keer. Puntstuk erbij. Puntstuk erbij. Voor de zekerheid doen de agenten de blauwe lamp op het dak. Althans, dat is de bedoeling. Oh, gaat de lamp. Oh, shit.
Maar de lamp haalt het dak niet. Hij valt op het asfalt van de snelweg. Ja, die valt te barsten. Gaat hij nou mij of niet? De reden waarom u staande wordt gehouden is tweeledig. Allereerst negeert het Rode Kruis op de directe verbindingsweg van 2 naar 10 de Buitenring. En daarna pakt u het puntstuk mee om uit te voegen. Het zijn twee gedragingen die we eigenlijk niet willen zien. Wij zitten wel voor dit soort gedragingen met dit soort voertuigen specifiek op de weg. Okay. Ergerist op 10 onder andere. En die, ja, dan maakt u op dit moment aardig misbruik van, laat maar zeggen. Beter is, als je de drijfingspaal krijgt, zo snel als mogelijk naar rechts toe. Je weet dat de situatie komt. In die strook. Wij komen ook al invoegend via de linkerrijstrook. Je hebt een lampje verloren. Ja, nou. Ja, hij is weg. Maar dat geeft niet. Ja, dat klopt. Je rijdt hier dagelijks, zeg je net al. Nou, pak dan ook gewoon hetzij voor of kort na de verdrijvingspijl die ruimte en ga erin. Blijf dan niet doorgaan, want op een gegeven moment krijgen ook de mensen naast jou dingen van ja, dat is lekker. Ik zit heel relaxed op de weg. Hoezo zijn die mensen zo gestrest om mij niet daardoor te laten? Ja, dat was het probleem. Ja, dat gebeurt. En dat is de ellende. Is die, en ja, zijn ook daar moet je niet in mij gaan vragen natuurlijk. Ritsels de ruimte en zo. Klopt. Hoezo? Dat is al jaren en dag. Ja. Die man gaf gewoon echt geen uitbleven. Nee, maar dan moet je gewoon je snelheid gewoon aanpassen. En dan ga je gewoon rustiger rijden. En dan wacht je moment af en dan ga je er naartoe. Maar ik zal eerlijk vertellen, ik doe het altijd bij de A1, A10. Maar weet u hoezo? Ik wil ook de datum in mijn tijdstip even. Ja, die zal ik zo even doorgeven. Het is bij elkaar €440. Okay. Met een dikke bekeuring op zak gaat de bestuurder verder. Maar ook de politie komt er niet helemaal ongeschonden vanaf.